Tinus, nog steeds afwezig. Liggende in deze cave, man. Nog steeds aan het eten. Tinus, wake up, man. You need to fight. Mensen verwachten jou. Mensen verwachten dat jij gaat winnen, Tinus. En dat gaat niet gebeuren op deze manier. Dat begrijp je zelf ook wel. Come on, man. Ming, 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 ming. Om de airspace wat spannender te maken, ga ik een Dragon Boss inspannen. Hallo? Waarom doe je niks? What the fuck? Hello, Dragon Boss. Please, can you do something, please, man? God damn. Oh, hey. 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 Nee, joh. Iemand is bij de vault. Nee, joh. Julian heeft de vault gevonden. Hij heeft het begrepen. Nah, man. Hij heeft hem begrepen en de loot is gepakt. Uit de vault. Lijp. Lijp, 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 lijp. Leon Jojo, Julian, G. Portugiad en Tinus zijn nog in leven. Maar dus ook Leon Jojo bij de vulkaan, man. Maar Leon Jojo is te laat bij de vulkaan, man. Shit. Maar waarom wordt dat ding niet wild? Dat ding moet iedereen aanvallen, die draak. Maar hij doet gewoon niks. We hebben hier Void zwemmen in de midden bij de loot drop. Maar ik wil hier heel graag een broedmoeder spannen. Alleen Tinus en Void komen bij elkaar. Maar ik kan het gevecht in de weg gaan zetten. Ik ga hier een broedmoeder spannen. Oh jee, oh jee. Zijn jullie bang voor spinnen? En nog een! Drie broedmoeders op het veld. En Tinus is in gevaar. Tinus moet heel snel gaan rennen. Voor de broedmoeders. Oh nee, dit is danger, man. De middelste looter op het middelste gedeelte is nou moeilijk te bereiken, man. Oh, hell nah. Maar wat gangster zijn hun, man. Gemeed boosten. Broedmoeders. Die het leven moeilijker gaan maken van de spelers. Die mee aan het doen zijn in dit hardcore PvP-event. Leon Jojo nog steeds hier boven bij de vulkaan, man. Leon Jojo aan het chillen boven in de vulkaan. Klop, klop. Dertigduizend kompies. Oh, wat naar dit. Oh, hij heeft zijn trofeeën neergezet. Wat goed. De taxidermies van zijn kills, man. Lijp, lijp, lijp. Dit zijn de goeie. Nice, man. Gevecht tegen de 30 kompies. GG. You're way too beautiful, girl. Lekker een beetje B-roll. You got me, Arneo. Oké, maar hier Tinus nog steeds bij de basis van Julian. Ze meeten elkaar ongeveer. Julian gaat voor de loot drop. Ik weet niet of dat slim is van Julian. Dat is helemaal niet slim van Julian. Wat doet Julian? Oh nee! Oh nee, de Pterodon is dood en Julian zat hier in een hele gevaarlijke positie. En de Arneo's blijven erachteraan gaan. En Julian kan dan moeilijk bij de basis komen omdat hij geen flyer meer heeft. Die is dood. Maar Julian kent de grapple glitch en vliegt alsnog omhoog. Een soort van bijna koeien grapple glitch. Ja. Oh nee. Maar Tinus? Oh, Tinus woont hier. Oh, dit is jouw moment om moves te maken, Tinus. Ik heb een cadeautje voor je. Net veel kompies. Ja, pak. Na ik zijn deur uitkom. Oh, nee. Oh, oh. Oh, nee, ik heb Tinus. Ik heb Tinus verdedigd, ouwe. Je moest eens weten wat ik hier heb gedaan. Ik heb hem beschermd met mijn leven. Dan hebben we ook alsnog Leon Jojo die hier in de vulkaan bezig is. Leon Jojo is een nomade. Hij heeft geen base. Maar Leon Jojo is overal en nergens. Nog niet echt betrokken geweest in gevechten. Maar hij houdt het slow en steady. Leon Jojo weet wat hij doet. Blijf uit zicht. Toeslaan wanneer je goed voorbereid bent. Patience is key. You got this, man. Ik ga nou de raadsel van de eeuw maken.
Ik hoop niet dat mensen in gevecht komen. Oh jee, mensen komen weer in de buurt bij elkaar. Ik wil gewoon even een mooi raadseltje maken. Degene die dan die valt vindt, die krijgt dikke loot. Loot die je echt gaat helpen om te winnen. Dus dat is iets wat je niet mag missen. Maar eerst moet ik kijken of deze goed uit elkaar blijft, zodat ik ook weg kan gaan. Ik wil niet nog een gevecht missen. En Tinus gaat de basis uit. Hij heeft de deur opengemaakt. En alle kompjes zijn al dood. Oké. Okay. Maar hij gaat. Tinus gaat. Ga omhoog, Tinus. Ga omhoog, Tinus. Dit is jouw moment. Sla toe. Pak iets. Dit is geen plek om stil te staan, man. Nou, hij kan hier ook helemaal niet omhoog helemaal. Maar Julian en Void nog steeds dicht bij elkaar. En ze gaan vechten. En ze gaan vechten. Julian gaat ervoor. Void heeft niks door. En Julian mist de bola. Oh, nee. Oh, nee. Dat is niet goed. En killt de getamede Pterodon. In ieder geval zit heel veel percentage eraf te halen. Het is een 135 wil Pterodon. Die heel big had kunnen zijn voor Void. En nou in gevecht. Wie gaat deze battle winnen? Void of Julian? Julian met waarschijnlijk de meeste kills op zijn naam. Of Void, die ook heel veel... Oh nee. Void heeft geen vlak armor meer. Chestpiece kapot. Door de gevonden longneck rifle van Julian. Ze komen weer naar elkaar toe. Oh nee. De bola is raak. En Void is de Sjaak. Broek is ook kapot van Void. Nou is het heel snel afgelopen. Maar Void heeft een whip. En het is afgelopen met de Void. G-Portal is dan niet nodig. Maar G-Portal Giyad, mensen. Void is wel een G-Portal Giyad supporter. Maar rest in Giyad, man. Void. Drie mensen in leven. Boven in je beeldscherm. Het is Julian. Ching ching bang bang Tinus. En dan hebben we nog Leon Yo-Yo. De echte strijder. En ze zitten allemaal dicht bij elkaar. Ik ga stuk. Ik ben alleen maar kompjes aan het spannen, man. Ik heb bij alle drie die levens zijn kompjes gespand. Oké, ik ga hier ook nog een aantal voor de deur neerzetten. En dan gaan we naar Leon toe. Die gaan we ook even verrassen met een aantal kompjes. Waar is ons Leo Yo-Yo? Staat hier te kruipen in de bush. Kompje nummer 1. Kompje nummer 2. Kompje nummer 3. Kompje nummer 4. Hij sprint weg. Oh. Op het moment dat die Pterodon aan de tem is. Ja, ik gun de Leon Yo-Yo wel, die Pterodon. Succes. Waar zijn de spelers? Nog steeds aardig dicht bij elkaar, man. Allemaal op hetzelfde eiland. Dus ik ga even de... Ik ga het even verspreiden. Want niemand heeft ook een flyer op dit moment, hè. Wat nou als ik het naar de top van de snow ga brengen? Of hier onder water? Ik heb een idee, man. Maar hier, Leon Yo-Yo en Julian zitten akelig dicht bij elkaar. Weer een gevecht wat ik eigenlijk niet wil missen. Hier staat ook een looter op, letterlijk. Een rode deep sea watercrate, man. Dat wist ik helemaal niet. Wat goed. En allemaal anglerfishes. Oh, dat is wel een nare plek, man. Maar deze plek moet het wel waard zijn, natuurlijk. Ik kan hier niks plaatsen. Oh, dat is jammer. Ah, dat is heel jammer. Oh, cliff kan ik wel plaatsen. Oké, dan gaan we het hier echt neerzetten. Hier gaan we iets van maken en dit moet het waard zijn. Shotgun met ammo en we doen gewoon even een C4. C4 detonator. Met... Oh, niet 40 C4's. Met 3 C4's. En dan gooi je de rest nog even een vlak setje erbij. Altijd chill. Oké, man. Ik ga de announcement de deur uitbrengen met een leuk raadseltje erbij. En ik ben benieuwd of iemand hem kan vinden. Tinus, Julian en Leon zijn nog steeds bezig. Ooit gehoord van deep sea crates. Die blijken best goed te zijn. Misschien ligt er wel iets nuttigs. Oh, wat nu? Maar waar liggen de deep sea crates? Waar liggen de deep sea crates? Precies hier. In het midden. Op de plek waar je het niet verwacht. Ja, wat? Hij weet meteen waar het is? Nee, hoe weet hij meteen waar het is, Julian? Hoe weet hij waar de Deep Sea Crates is? Maar, gaat hij ook het kistje vinden? Dat is de echte vraag natuurlijk. Dat is de echte vraag. Hij heeft het kistje niet... Het kistje staat hier. En hij wordt aangevallen door 3 anglerfishes, man. Oh nee, wil je dit wel doen? Waar ben je naar op zoek, Julian? Je bent level 70 zijn voor een Deep Sea Crate. Het gaat ook helemaal niet om die deep secret. Oh, hij ziet het kistje niet, man. Hij ziet het kistje niet. Volgens mij is die ding aan het craften om level 70 te worden. Oké, we komen snel terug. Dan heb je Tinus nog steeds in zijn boomstronk. En Leon zit nog achter. We gaan even snel terug.
Dan heb ik nog een verrassing. Hij is zo dicht bij het kistje. Hij is zo dicht bij het kistje. Nee, je zwemt voorbij het kistje. Dat is hem niet. Dat is het niet wat je nodig hebt. Rest in peace, Julian. Oh nee, hij heeft niet de loot die hij moest hebben. Hij gaat terug onder water. Hij denkt nog iets suspicious te vinden, man. Oh nee, ziet hij hem? Ziet hij hem? Hij is zo dichtbij, ouwe. Hij is zo dichtbij, maar zo ver weg. Nee. De box is nog locked trouwens, maar ja, dus die moet je gewoon killen. Oh nee, maat. Oh, jij bent zo dichtbij. En mijn kompie! Mijn kompie! Yes! Wat hem gek! Ja, Tinus. Nee, niet vechten. Ga naar het midden. Ga onder water. Alle items verdrinken als jullie niet opschieten. Ze moeten het juiste kistje zien te vinden. In het midden. En Julian was zo dichtbij. Die was er bij de Deep Sea Crate. Ga dit gevecht niet aan, Tinus. Doe het niet. Doe het niet, Tinus. Pak die kit. Die verborgen kit met die C4 en die shotgun, maat. Maar waar is Leon Jojo? Oeh, Julian vliegt weg. Maar Julian heeft natuurlijk gewoon een longneck, hè. Moet je niet vergeten. Die kan gewoon een range shot pakken. Leon Jojo is nog steeds chillende hier zelfs. Wat is hij aan het doen? Een pterodon aan het temmen, maar hij neemt de tijd. Dit is Leon Jojo. Leon Jojo doet het rustig aan. En kiest zijn juiste momenten, man. Sterk. Terug naar het gevecht. Heb je Julian, die langs het huis van Tinus staat. Met een C4 in zijn hand. Oh nee, dit is danger. Dit is danger. Tinus gaat gereed worden. Tinus, ik zeg het je. Pak die kist. Pak die kist. Onder in het water. Oh, en is gebolaat. Met een longneck. En waarschijnlijk krijgt hij ook nog een C4'tje op zijn bakkes. Oh nee. Oh nee. Oh nee, de broek is weg. Nieuwe broeken ingezet. Heel goed. Tinus weet wat hij doet. Tinus weet wat hij doet. Maar gaat hij dit volhouden? Dat is de echte vraag. Gaat Tinus dit volhouden? Waarom gooit Julian geen C4 onder zijn voeten? Want dan was hij al lang dood geweest. Reload. Oh, de broek is weer kapot. Maar Julian is gebolaat. Julian is nu gebolaat. En Tinus gaat het terug doen. Gaat hij voor de kill? Gaat Tinus voor de kill? Of overleeft Julian? Zo te zien overleeft Julian deze aanval wel. In deze bola. Je moet range attacks doen, man. En Julian rent weg. Met de longneck in zijn handen. En Tinus is neer. God damn. King Tinus. Ching ching bang bang yang yang. De winnaar van het vorige event is derde geworden. Julian. En Leon Jojo. Nog in leven. En de beest is ook meteen gereed. Leon Jojo heeft nog wel zijn pterodon. Maar hij is nog steeds heel dicht bij Julian, man. Wie weet kan in het midden van de map heel goed van pas komen. Help, ik verdrink. Iemand moet hier toch wel op ingaan. Julian is zo slim om er wel op in te gaan. Leon Jojo doet er nog steeds rustig aan. Maar heeft natuurlijk wel zijn pterodon. Dus wie weet. Rest in peace, Lucas, in chat. Oh nee. Jojo, ga ervoor. Ga ervoor. Ga voor een midden. Je hebt een vogel. Doe het. Julian is onderweg. Heeft ook weer een pterodon. Maar in plaats van naar midden te gaan, gaat Lucas toch maar gewoon even voor een witte drop. Het is tijd om wat giga's neer te zetten. Oh nee! Julian! In het midden. Maar gaat hij ook onder water in het midden? Julian gaat onder water in het midden, man. Maar het is wel gevaarlijk met drie broedmoeders die hier nou omheen zwemmen. Hij gaat het doen. Julian gaat onder water. Gaat hij het kistje vinden? Dat is de echte vraag. Maar Leon, komt hij er ook aan? Leon Jojo, waar ben je? Minemaat. Weer in de snow, maar niet in het midden. Gaat hij het vinden? Julian, heel goed op weg. En daar staat een kistje. Hij ziet het kistje niet. Hij ziet het kistje niet. Daar, daar was hij, op mijn beeld. Oh, nee. Oh, het kistje. Er zwemt één visje in het water. Gaan het er twee zijn? En nou zet ik meer Julian op te naaien om te denken of de tweede persoon er ook aankomt. Ja of nee? Dit is danger, man. Julian alle tijd. Leon Jojo. Mr. Snow by him. Komt er niet op af. Ja, maar dit is een deep secret. Die bedoel ik niet. Die bedoel ik niet. Ik kan niks vinden bij het midden in het water. Ja, dat is jouw probleem, hè. Maar nou komt het toch wel akelig dichtbij weer. Nee, ga onder de klip. Nee, hij is zo dichtbij. Hij zwemt onder het kistje. Letterlijk, nee. Maat, nee. Dit is zo pijnlijk om te zien.
Oh. Wat is Leon aan het doen? Loodrops aan het pakken in de woestijn, man. Maar, ze zien elkaar of niet? Nee. Hij kan wel de... Leon ziet wel de Pteranon vliegen van Julian. Hap, slik, weg. Oké, nu heb je het spannend gemaakt. 3 giga's op een middelste eiland. 3 broedmoeders op een middelste eiland. En ook het hele belangrijke kistje onderin het middelste eiland. De kist is nog steeds niet geloot. Oh, man. Leon Jojo in de snow. En Julian ook in de snow. Ik ga een giga tussenin droppen, man. Vliegende giga! Nou moeten ze bewegen. Ze moeten bewegen. Ze gaan uit elkaar. Maar ik probeer ze eigenlijk iets meer naar elkaar toe te drijven. Ze zijn dichtbij. Ze zijn echt heel dichtbij. Wat is de gameplan van Jojo? Jojo heeft nog niks van een basis. Dus wil ook zeggen dat hij nog niks van sterke gunpowder wapens heeft kunnen craften. Ik denk dat de loot maar gewoon wegrolt in het midden onder water. Ik maak het steeds makkelijker en makkelijker. Ik wil dat Leon en Julian samenkomen in het midden. Ik hoop het. En Julian begrijpt de assignments elke keer. Maar Leon Jojo. De respectabele Leon Jojo. Die doet het gewoon heel rustig aan. En die doet het op zijn eigen manier. Het maakt niet uit voor hem. Het is ook wel gevaarlijk geworden met 3 broedmoeders. 1 giga, 2 giga, 3 giga. Julian. En dan nog veel meer wat hier allemaal rondzwemt. Ik durf het ook allemaal niet te zeggen. En Julian, met nog een poging. En Leon, die moet er niks van hebben. Die zit rustig in zijn basis. Oh nee. Oké, ik ben nou kist POV camera. Julian, zo dichtbij, maar oh zo ver weg. En hij heeft de storage box gevonden. Ja, hè. Met de loot. Extra vlakketje. 3 C4's. En een pump shotgun met 40 kogels. Dit is life changing om het event te winnen, man. Even serieus. Maar Leon heeft ervoor gekozen om niks met alle announcements te doen. En alles maar gewoon op zijn eigen harde taaie manier te fixen. Het is Leon versus Julian. Wie denken jullie die er gaat winnen? Laat het weten in de comments. Leon base building. Gaat die turrets maken? Ik denk niet dat je iets hebt aan defensive turrets. Ik denk dat je aanvallende turrets moet maken als je iets met turrets wil doen. Een trap bijvoorbeeld. Maar Julian heeft alles wat hij nodig heeft om te winnen in dit event. En dan krijgt hij 269 social credit score. En ook nog een epische Discord rol. De winnaar van het hardcore PvP Last Man Standing event. Een one-on-one rol. Totdat we weer de keer dit event genoemd nog iemand anders om in. Dan hebben we 2 mensen in en zo. Maar ja, jullie weten het wel. Join de Discord ook als je mee wilt spelen met zo'n event. En like de video alvast. Comment. Abonneer voor meer. Meer events coming. Ik vind het zelf mooi om te doen. Dus Leon gaat vliegen. Wat gaat hij doen? Loedropje voor Leo. Dan zal dat hem helpen naar de overwinning. Ik betwijfel het. Die komt eens. Oh, je moet ze echt wakker houden, jongen. Echt geniaal. Ik ga er zo goed op. Fucking kompies, maat. Oh, en ook even bij Leon. Die krijgen ze nou ook. Wacht maar. De kompies op je... Nee, Valaio, stink op me. Oh, mooi. Ze zijn zo dicht bij elkaar. Zien ze elkaar niet. Leon, ga naar links. Weet jij dat hij daar woont, Leon? Hallo Leon, hoor je mij? Ik weet niet of ze mijn voice chat kunnen, volgens mij niet. Julian met de 3 kills bovenop zijn base, man. De ultieme flex. Leid. Julian in beweging, heel dicht bij Leon. Zien ze elkaar niet? Leon, ga erop af, jullie zien elkaar. Jullie zien elkaar, ga erop af. Oh nee. Is dit het eindgevecht? Dit is het eindgevecht. Oh nee, dit is het eindgevecht. Het eindgevecht is begonnen, mensen. Leon versus Julian. Wie gaat de winnaar worden van dit event? Julian, level 70. Meerdere kills op zijn naam. Heeft veel eventspullen geloot. Dus hij staat er sterker voor. Maar Leon, alle tijd geen combat gehad. Maar zichzelf de hele tijd voorbereid op de finale. Oh nee, Leon is gepikt. Leon is gepikt van de Pteranon. Wat nu? Leon met het zweepje. Hij denkt aan die kinky shit. Oh nee. Julian! Leon is gebolaat! En... Mijn laatste woord. Zo.
Zal ik je laten gaan? Oh nee! Je kan nu praten. Oh nee! Je kan nu praten. Nee, 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 nee. Oh nee! Ik kan je nu zo maken. Leon? Oh nee! Oh nee, de vlak zweet, joh! Nee! Nee! Kill hem, kill hem! Nee, niks niet! Nee, niks niet! Niemand zit te wachten op een anticlimax! Wat verdomme, man! Wat is dat alweer? Oh nee, ze zijn los van elkaar! Nee! Anticlimax, man! Oh nee! Kut, meen je? Leon, nou moet je winnen, ouwe. Nou moet je winnen, echt. Serieus. Oh, nee. De pijn, mensen. De pijn. Ik had het ook anders gewild. Kut. Ja, nou ben je hem kwijt, Julian. En nu? Shit. Shit, 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 shit. Maar Julian komt wel steeds dichterbij, man. Dat wel. Vliegt de snow in. Oprecht super dicht bij Leon. Maar dan moet hij nog wel de goede richting in blijven vliegen. En dat is niet hier. Hij moet een beetje naar rechts. Julian, super close. Komt in de rug. Julian, komt in de rug. Heel dichtbij. Wat is Leon aan het doen? Leon staat stil. Oh nee, Leon vliegt weg. Loopt elkaar nog net mis, denk ik. Maar Julian moet stamina fixen. En Leon heeft stamina, dus hij vliegt waarschijnlijk nog verder weg. Maar hier is ook de basis van Leon waarschijnlijk ergens. En als we de map kijken. Julian moet naar links. En Leon zit hier te chillen gewoon. Je bent zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Nee, ze gaan elkaar kruisen. Ze gaan elkaar kruisen. Zien ze elkaar niet? Nee. Jawel, jawel, jawel. Ze zien elkaar. Niet. Niet. Maar Leon. Leon gaat erachteraan. En hij vliegt weg. Nee, joh. Dat was heel warm. Puntje, 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 puntje. Oh nee, heeft jullie nou de base gevonden van Leon? Hij is helemaal niet thuis. De base wordt gereden, mensen. Hij gaat een trap organiseren. Oh nee, toch niet. Ik denk hij gaat wachten tot Leon naar binnen loopt in zijn basis, man. En big bomba klat. De raid is gedaan. Loopt hij met zijn miners hatje. Lichte shiny hier door de smoke. En Julian is out, man. God damn. Maar waar is Leon? Leon inmiddels bij de base van Julian. Maar Leon heeft die bomba klat. Hij heeft alle taxidermies genakt. Leon! Julian, merkt op dat zijn taxidermies weg zijn nou. Oh nee, degene waar hij zo hard voor had gewerkt, is verdwenen. Leon weer naar de basis van Julian toe. Wat gaat hij hier doen? Hij gaat naar de fabricator. Hij hoekt de fabricator kapot. Dit is slim, misschien ligt er nog wel loot in. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Gaat hij doen though? Waar is Julian? Is hij in de buurt? Julian in de snow. Leon heeft de tijd om dit te doen. De fabricator is kapot. Zit er loot in? Jazeker zit er loot in. Ik weet niet wat voor loot erin zit. En of het waardevol is of niet. Maar Leon gaat er van tussen met de loot van Julian uit de fabricator. Maar Julian ziet dat. En Julian gaat erachteraan. Dit wordt het gevecht. Dit wordt het gevecht waar iedereen op heeft gewacht. Nou, zonder anticlimax, man. Julian POV. Leon weet niet dat hij gechased wordt. En Julian heeft hem in zicht en pakt hem. Mis! Leon Jojo. In het hoekje. Zit te wachten op zijn stamina. Wacht op het juiste moment om weg te vliegen. Krijgt een schot tegen zijn kop. En vlieg weg. Julian moet er nou heel snel achteraan voordat hij weer uit het zicht verliest. En dat doet hij ook. De pick battle. Ik zet de namen even weer aan. Oh, en Leon Jojo is weer gepikt, mensen. Dit ziet er slecht uit voor Leon Jojo. Niet vergeten dat Julian nog een aantal C4 heeft. Een shotgun, een longneck en meerdere vlakketjes, man. Oh jee, de shotgun. De Pterodon is gesneuveld. Leon Jojo moet alles te voet verder doen op dit moment. En gaan ze dat doen? De Bola is net mis. En Julian vliegt weg. En gaat waarschijnlijk... Leon! 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 Bola! Doe iets! Leon! Oh mijn god, Leon. Ik gun het je zo erg, man. Ik gun het je zo erg. Maak de move. Leon PvP. Leon... Oeh! Dubbel Bola. Oh, dit is pijnlijk. Dit is heel, heel lastig. Oh, dit is heel lastig. Oh nee, dat was echt een dubbel Bola Palooza, ouwe. Hij wordt gewit. Leon nog steeds van die kinky shit, man. Oh nee, headshot. Helm van Leon is verdwenen. Leon, met het whippie, heeft iets genakt. We weten nog niet wat. Heeft nog iets genakt. En blijf maar whippen. Wil de shotgun pakken. Allebei aan het whippen. De whip is gewipt. Oh nee.
En... headshot. Leon is dood met de headshot. En we hebben een winnaar. God damn, man. Rest in peace. Ja, je hebt 4 kills gemaakt, hè? Nee, 5. 5 kills. 5 kills, ja, dat is een hele nette score, zou ik zeggen. Maar jij bent ook degene die het ook slim heeft aangepakt. Jij hebt deelgenomen in de mini-eventjes. Je hebt de loot gevonden. Zeker, en zeker, dat helpt ook echt wel met de progressie. Want je hebt meerdere longneck kills ook gemaakt die je waarschijnlijk ook hebt gekregen van het kistje. En de shotgun en de C4's natuurlijk, die komen ook goed van pas. Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb een goede raid gedaan. Dus, ja, ja netjes, man. Zie je deze drop hier? Ja. Daar heb ik deze uit. Die doet me de damage, jongen. Ah, wauw. Ja, ja, ja. Ja, dat is chill. Die heb ik goed gebruikt. Dat is heel chill. What the fuck? Ja. Daar heb je geluk mee gehad, ja. Dat is wel echt heel nice, man. Yes. Gefeliciteerd en je social credit score en Discord rol komt je kant op, man. Yippie. Let's go. Familie weer eten. Nou, nog iets te zeggen voordat we afsluiten of... Laat allemaal een like en een comment achter. Subscribe op het YouTube kanaal. En tot het volgende event. Iedereen doe mee. Yes. Top! Thanks voor het kijken!